Met regelmaat krijg ik vragen binnen over infraroodpanelen. Zoals zo'n paneel wordt wel 100 graden. Kan ik die wel aan mijn kunststof plafond hangen of verbrand ik mijzelf niet aan zo'n paneel? Maar ook vragen of je een paneel kan dimmen of wat goedkoper is verwarmen met gas of met infrarood. Vandaag ga ik even in op de meest gestelde vragen over infraroodpanelen. Trouwens, alle tips en trucs over infraroodpanelen hebben we verzameld en die kan je weer gratis downloaden. Kan ik die panelen wel aan mijn kunststofplafond hangen? Toen ik mezelf aan het oriënteren was voor een infraroodpaneel, zag ik dat die panelen wel 100 graden konden worden. Bij mij kwam dan ook direct de vraag of ik zo'n paneel wel aan mijn kunststofplafond kon hangen. Nou, een goed paneel is goed geïsoleerd aan de achterkant. Dit zorgt er niet alleen voor dat de straling naar de voorzijde wordt geoptimaliseerd, maar het zorgt er ook voor dat de achterkant van het paneel niet te warm wordt. Je kunt een goed geïsoleerd paneel dus gewoon ophangen aan het plafond. Alleen bij een rieten plafond zou ik het niet aanraden. Zorg er wel voor dat de constructie van je plafond het gewicht aan kan. Een kijker attendeerde mij op een heel goedkoop paneel uit Duitsland. Deze heb ik gelijk besteld om te testen. Altijd goed om te weten. Het blijkt een paneel te zijn die bedoeld is om aan de muur te hangen, dus niet aan het plafond. Dit paneel wordt goed warm, straalt goed af, maar deze wordt ook goed warm aan de achterkant, boven de 50 graden. Zelf zou ik zo'n muurpaneel niet aan mijn plafond durven te hangen. Let daar dus goed op bij goedkopere panelen. Kan ik een paneel ook dimmen? Er zijn dimbare infraroodpanelen. Dit zijn dan de bureau-infraroodpanelen die je onder je bureau kunt plaatsen, die voor warme benen en voeten bedoeld zijn. De overige panelen voor de wand en plafond kan je niet dimmen. Maar hoe regel je dan de temperatuur, hoor ik je denken? Nou, deze regel je door middel van een thermostaat. Je hebt de draadloze thermostaten die je bijvoorbeeld aan de muur kunt hangen. Of ik heb hem op je bureau wanneer ik mijzelf lokaal verwarm. Hierbij steek je de stekker van het paneel in een stekkerontvanger die in contact staat met de thermostaat. Maar je hebt ook stekkerthermostaten en deze zijn goedkoper, maar dan bepaalt de plaats waar je de stekker in het stopcontact doet de temperatuur. Waar plaats je het beste een infraroodpaneel? De positie van infraroodpanelen is heel belangrijk. De straling moet goed gericht zijn op daar waar jij de warmte wil ontvangen. Plaats je de panelen op een te grote afstand, dan heb je er ook minder profijt van. Wanneer je een gehele ruimte wilt verwarmen, zorg er dan voor dat je het benodigde wattage goed berekent en dat je de panelen goed verdeelt over de ruimte. Op sites die infraroodpanelen verkopen, kom je vaak rekenmodules tegen die vermogens aangeven die veel te laag zijn. Wellicht goed voor de verkoop, maar dit zorgt ook voor teleurstelling. Je kunt beter iets overdimensioneren qua wattage en de thermostaat zijn werk laten doen, dan dat je te weinig capaciteit hebt. Voor het verwarmen van een gehele ruimte met infraroodpanelen moet je ruimte trouwens goed geïsoleerd zijn. Is infraroodverwarming duur? Infrarood is in verhouding tot een warmtepomp of een complete cv-installatie natuurlijk qua aanschaf veel goedkoper. Maar infrarood vraagt meer stroom in verbruik in vergelijking met een warmtepomp of met een airco. Het meeste profijt zal je dan ook hebben van infrarood wanneer je jezelf lokaal verwarmt, zoals op je werkplek, op de bank voor de tv, in de badkamer of bij de eetkamertafel. Je gebruikt een paneel dan als bijverwarming. Je cv kan dan een stuk lager, waarmee je weer veel gas bespaart. En wanneer je zelf je stroom opwekt met zonnepanelen, dan zal dit ook weer de kosten drukken. Zijn infraroodpanelen veilig? Lange golf infraroodpanelen werken op een vergelijkbare manier als de natuurlijke warmtestraling van de zon. De straling die wordt uitgezonden is niet schadelijk voor de gezondheid. De panelen kunnen wel goed warm worden. Dus zorg ervoor dat deze buiten het bereik van kinderen en huisdieren zijn. Let bij vochtige ruimtes zoals de badkamer op waar de panelen geplaatst mogen worden. Dit zal per paneel verschillen en altijd in geaard stopcontact. We hebben trouwens alle ins en outs over infraroodpanelen verzameld en in één document gestopt. Deze is gratis te downloaden, net zoals we hebben gedaan met de airco-tips. Dus doe daar je voordeel mee. Ik heb trouwens mijn jaarafrekening over 2022 binnen. En tja, daar volgende keer meer over.